Binnenkort komt er een, althans inmiddels is verschenen in Nederland, Engelse uitgave van het nieuwe boek van Tolkien, de schrijver van The Lord of the Rings. Ja, dat is The Legend of Sigurd en Gudrun, heb ik gehoord. Ja. Ja. Is dat nou echt helemaal een nieuw boek? Nou, dat gaan we eventjes aan René Vink vragen. Zij is schrijfster en vertaalster van beroep. Hij heeft onder andere gewerkt aan de Nederlandse vertaling van De Vrouwen van Avalon. Is onlangs bezig geweest met het met gedichten vertalen van Sigurd en Gudrun. En misschien kan zij ons daar wat meer over vertellen. René, welkom. Dankjewel. Wij mogen René zeggen, als het goed is. Ja hoor, dat is prima. Ja, dat ken je al wat langer dan vandaag. Ja. het nieuwe boek van Tolkien. Tolkien is al een tijdje dood. Is het nou echt een nieuw boek van hem of is het al wat ouder? Nou, in zoverre is het nieuw dat het nooit eerder in druk verschenen is. Maar de tekst is toch wel zo'n 80 jaar oud bijna. Dus in die zin is het weer niet nieuw. In welk jaar is Tolkien overleden? Weet je dat? Dat weten jullie vast uit je hoofd. Dat is in 19... Nou, zo goed ben ik daar niet in. Ik dacht 73. Dat hij overleden was in 1973. Ja, ja. Dus hij is inmiddels al 36 jaar niet meer onder ons. Dit boek is 80 jaar oud. Hoe oud was hij toen hij het schreef? Hoe oud zat hij? Nou, als ik het goed uitreken, was hij... ik heb hier staan. 37 of zo, iets in die richting. 7, 38. Ik heb hier staan dat het geschreven is tussen de jaren 20 en 30. Ja, nou eerder rond de jaren 30. Ja. En hij is van 1892. Ja, hij is geboren in 1892 in Bloemfontein, ja. Zuid-Afrika. Ja. Ja. Wat maakt het zo bijzonder dat dit werk gepubliceerd wordt na al die jaren, zullen we maar zeggen? Het bijzondere is natuurlijk dat je in een nalatenschap van een auteur nog zo ontzettend veel materiaal aantreft dat inderdaad gepubliceerd kan worden. Dat het niet alleen maar om fragmenten en verworpen ontwerpen voor verhalen gaat, maar om een kant-en-klaar stuk tekst. Dat je niet helemaal zo kunt publiceren, maar waar je verder niet zo heel veel aan hoeft te doen. Een beetje netjes schikken en kaffie eromheen en drukken, maar... Plus een toelichting, want ja. Het boek is tegen de 400 pagina's. En toch ongeveer de helft daarvan gaat op aan toelichting en commentaar bij de tekst. Ja. Een heel groot deel van dat boek ben jij bezig geweest om dat te vertalen? Ja, heel groot deel. Ik heb de gedichten gedaan en dat is ongeveer de helft, denk ik, van de tekst. Is dat, was dat lastig? Of in dat vergelijking met zijn ander werk? Dat was behoorlijk lastig. Ja, poëzie is altijd lastig te vertalen. Zeker als het geen vrij vers is. Deze poëzie is gebaseerd op een versvorm die al eeuwenlang niet meer gebruikt is. Op een oud-Noorse versvorm uit de vroege middeleeuwen. En er worden nogal wat eisen aangesteld. En het is, in die zin is het dus heel moeilijk om dat over te brengen in een andere taal. Ik ben de stadsdichter van Beverwijk, dus ik had even een vraag over die versvorm. Uit hoeveel regels bestaat die? Dat ligt eraan hoe je hem afdrukt. Je kunt hem als 8 korte regeltjes en als 4 langere regels afdrukken. De regels horen 2 aan 2 bij elkaar. Ja. Die noem je ook in het Engels half lines, halve regels. En 2 half lines vormen 1 vers. Okay. En de 4 versen bij elkaar vormen 1 strofe. En uit jouw introductie maak ik op dat het ook rijmt. Nee, het rijmt niet. Rijmt niet. Het allitereert. Het allitereert. Het is gebaseerd op een afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen, waarbij een deel van de beklemtoonde lettergrepen steeds met dezelfde klank begint. Zit er een metrum in? Geen vast metrum zoals we dat kennen uit veel rijmende poëzie of uit poëzie uit de klassieke oudheid met de hexameters van Homerus en zo. Maar er zit een vrij metrum in, maar
je hebt toch een beperkt aantal beklemtoonde lettergrepen. En in het geval van deze verse heeft Tolkien ook geprobeerd het aantal onbeklemtoonde lettergrepen te beperken. Om een soort hamereffect te krijgen in de tekst. Als ik zo alle beperkingen hoor die Tolkien zichzelf al opgelegd heeft in zijn eigen taal, dan kan ik me voorstellen dat de term lastig, dat een beetje een understatement is. Hè? Dat is eigenlijk wel een understatement. Ten meer daar het Nederlands vergeleken met het Engels toch wel een overvloed aan onbeklemtoonde lettergrepen heeft. Ja. En je dus altijd toch wat eindigt met wat meer lettergrepen dan Tolkien had. En het effect van het hameren daardoor toch iets wordt ondermijnd. Maar daar is weinig aan te doen, tenzij je weer een deel van de inhoud opoffert. En, ja, dan moet je keuzes maken. Ja, dan moet je keuzes maken. Ja, moet je een keuze maken, ja. Dat haperen, is dat hetzelfde als het oud-Engelse vers? Nou, in zekere zin wel, maar het oud-Engels heeft toch over het algemeen wat meer ruimte voor kabbelen en wat meer onbeklemtoonde lettergrepen. Wat dat betreft komt het dichter bij het Nederlands. Dat oud-Noors, dat is echt een boem, 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 boem en zo. Dus niet haperen, maar hameren. Hameren, ja. Ja, dat is een soort van, ja, ik kan het niet uitleggen, dat is een soort van ratelen achter elkaar. Engelsen kunnen dat heel goed. Gaat het achter elkaar door, dat rijmen? Als ik het goed begrepen heb. Het rijmt niet hoor. Nee, maar de klanken zeg maar. Ja. Ja, nou dat is dus dat meer kabbelende. Dat heb je niet in het oud-Noors. Okay. En dat heeft Tolkien dus ook anders gedaan dan in het oud-Engels. In de verse van Legend of Sigurd en Gudrun. Was dat? Hij heeft echt zich daarbij alleen maar op het oud-Noors gebaseerd. Was hij het oud-Noors machtig? Jazeker, hij heeft er zelfs aan de universiteit in gedoseerd. Dus hij was het zeker machtig, ja. Maar de versen zijn wel in het Engels geschreven, hoor. Was het voor Tolkien net zo moeilijk om die tekst naar het Engels te vertalen als het voor jou is om die Engelse tekst naar het Nederlands te vertalen? Heb jij ook teruggegrepen op die Noorse tekst, of niet? Ik heb zo nu en dan teruggegrepen op die Noorse tekst, maar ja, je moet je toch houden aan wat Tolkien zelf heeft geschreven. Ja. En het is voor het grootste deel, zijn tekst is voor het grootste deel geen vertaling. Het is een bewerking van bestaand materiaal. En voor een deel is dat materiaal inderdaad oud-Noorse poëzie, maar voor een ander deel is het ook gewoon proza. En dat heeft hij in versvorm gegoten. Die Nederlandse uitgave die heb je niet alleen gemaakt. Wie is je co-vertaler geweest? De co-vertaler is Piet Verhagen. Die heeft de inleiding en de commentaren vertaald. En dat zijn commentaren van Tolkien of zijn dat commentaren van Christopher? Bij de inleiding zit een grote lap tekst van Tolkien zelf over de materie waarover die gedichten gaan. Mm-hmm. De commentaren zijn Christopher afkomstig. En wanneer kunnen we de Nederlandse editie gaan verwachten? Want de Engelse ligt inmiddels in de boekwinkels, heb ik gezien. Ja, die is 5 mei uitgekomen, dus die is al een poosje verkrijgbaar. Ja, de Nederlandse vertaling, het hangt een beetje vanaf hoe vlot het bij de uitgever loopt. Er moet nog wel het een en ander aan gebeuren. Ik ben weliswaar klaar met de vertaling, maar er zijn nog allerlei dingen die gladgestreken moeten worden. En ja, de oorspronkelijke bedoeling was, voor zover ik dat weet, om het nog in juni uit te brengen. Ik weet niet zeker of dat gaat lukken, maar ja, ik ben de uitgever niet, dus ik doe daar geen harde uitspraken over. Nee, dat moeten we even rustig afwachten.